Goed, dames en heren, we zijn vertrokken, denk ik, met de Turbo Cross. En de Turbo Cross, dat is 2 rondjes met 19 deelnemers. En we zagen dat voormalig bondscoach, nee, wat zeg ik, voormalig profrenner en bondscoach, Fem van Tournout, heel goed vertrokken is. Het was nog eentje sneller met de holdshot, maar dat nummer hebben we niet kunnen noteren. Nee, maar ze vliegen er in ieder geval wel in. Dat het zou kunnen, maar dat kan ik niet zeggen, want we hebben er geen beeld van op dit moment. Ja, ze zitten onder de brug, dus. Voilà. Van Tournout, denk ik, richting de schuine kant. Ja. Jawel, dat is Fem van Tournout. Dat is in vorm. Ja, zijn stijl is er nog altijd. De voormalige wereldkampioen bij de beloften 2001. De nationale ploeg doet het goed op 1 en 3. En dat is, de tweede is dan Angelo de Klerk. Ja, de Klerk Angelo. Hij kan al omkijken. Hij heeft nu al getaxeerd. Goh. Hij denkt dat hij nog bij Nijs in de ploeg zit. Ik steek er... hij wacht. Ja. Dat deed hij vroeger ook wel eens. Maar de man die naar het wiel gaat, die weet eigenlijk al hoe laat het is. Nee, ik zal het omgekeerd zeggen. Sven van Tournout weet al hoe laat het is. Voilà. Hij gaat er toch een beetje cross van maken. Laat de rest maar eens terugkomen, denkt hij. Het is hier niet de bedoeling om Jan en allemaal naar huis te rijden. Angelo de Klerk, Seppe Odijn is de man hier in het zwart. En waar komen de anderen? Hier hebben we de Rish. Ah. Jouw compaan van weleer. Jawel. Hij heeft een ploeg gevonden. Hij zit bij PlaySports nog wel. Dus hij pakt uit vandaag. Met Jelle van Damme in zijn buurt. En de mannen gaan allemaal eens ondervinden hoe lastig dit is. Met 43 kijken we naar Douwe Doorduin. Dat is een Nederlander. Zie je daar Odijn naar voren schuiven? Met het rugnummer op. Ja. Op 6:30 donker. En de nummer 5 is Tobias Knaup, een Duitser. En van Tournout regelt het allemaal van op de kop. En hier gaat Odijn. Ja, nog maar pas terug in het zadel, of aan het lopen gegaan. Dus zat daar met een Achillesscheur van 4 centimeter. Vandaar dat hij er niet kon bij zijn in de hel. De tienvoudig winnaar van de hel van Casterlee. Met de 69 kijken we naar Dieter Loos. Ja, mensen appreciëren het wel. En dit is Arno de Kit. De kanonskogel. Amai. Daar zou ik niet graag onder geraken. Ja, die kan verschillende sporten aan, denk ik. Ik denk dat... Zet die op de tatami en je hebt er ook problemen mee. Die is getraind door Jean-Marie de Dekker, denk ik, ja. Ja, een publiekspeler, de Rick Meij van zijn tijd. Ja, net... Schakelen, jongens, schakelen. Ja, hij maakt er ineens een reportage van. De camera boven op de helm. Dit is Nathan van der Gunst ook, die we in beeld krijgen. Die doet ook mee. Maar Nathan van der Gunst is uiteraard de bijnaam, of de echte naam liever, voor ACID. Het fenomeen. Deze Jelle van Damme traint zich te pletteren in de week. Die ziet er nog altijd ongelooflijk scherp uit. En dat ondervindt ook Groenendaal op de regimentsberg. Richard pakt het verstandig aan. Niet forceren. Het is natuurlijk maar 2 ronden. Hè. Hier heb je Van Damme. De linkspoot. Ex-Anderlecht, ex-Standaar, ex-Antwerp. En Robert zag dat het goed was. Robert weet nu wat het is om crosser te zijn. Ja. Paul, ik heb dat ook ooit 1 keer aangedurfd. Ik heb het gezien. En het is maar, zo ongelooflijk. Maar je hebt er wel een moeilijke uitgekozen. Mol. Het had misschien mol. Beter hier geweest. Ja. Maar mol in het zand, dat is niet... Je moet zoveel techniek hebben als crosser. Je maakt zoveel niet alleen goed, want je moet uiteraard ook de conditie en de benen hebben, maar techniek is zo belangrijk. Sven van Tournout, hij kan het nog. Amai. Ja, rijdt naar boven. Dus op, dat is geen gewone geweest. Hè. Die is dus 2 keer heeft hij op de weg op het podium gestaan. Hè. In Knokken onder meer. Als crosser is dat niet evident. Hè. Dat is, ik denk dat de meeste crossers daar ferm jaloers op zijn, op zoiets. En heel snel. En dan zijn prestaties nog en dan zijn manier van te crossen. Lang bij Sven Nys gereden in de ploeg. En we hebben Douwe Doorduin aan zijn wiel en ook Seppe Odijn. Dit is Angelo de Klerk. En daar heb je Richard Groenendaal. De man die ooit hier in Diegem de toorts van de massa over zijn nek haalde. Met Pieter-Jan Hannes. Dit is onze voormalige ondertussen dat loper is, af. Dat is een Olympiër. Absoluut. Halve fondloper en ook veldloper. Odijn kan het niet laten. Die moet kunnen afzien. Ja, die probeert er een uitputtingsslag van te maken. Dat is meer zijn ding. Knaup
waar we voor het overige relatief weinig over demonstratie. Weten. Hola, door het zand. Zou dat nog kunnen? Kan dat nog? Ja, dat is prestige. Oh, nog een metertje. Volgende keer nog eens proberen. Ja. Als hij rechtdoor had gereden, dan had het wel licht gekund. Odijn, die natuurlijk ook van lopen zijn terrein heeft gemaakt. Dus een duatleet. En hier heb je Tietema. Bas Tietema. Ook dat is in Nederland natuurlijk een zeer gekend fenomeen. Mensen die een pintje aanreiken, of zelfs een kan. Ja, gaat er niet op in, zou ik zeggen, in de echte koersen. Dus nu zou het nog even kunnen, maar straks laat u niet verleiden. Demarrage Odijn, zo waar. En we hebben Van Damme die komt aansluiten. Schone trui. En hier heb je dus... Je moet ze zien opspringen. Piet kan alles. Ja, je moet ze zien opspringen. Ja, lopen geen probleem. Ja. Sneller dan iedereen. En deze man maar naar de hartslag turen en zien dat hij al tegen 200 aanloopt. Daar wordt geheigd en gepuft. Ja, en we zijn toch nog altijd maar 4 minuten verder, jongens. Met Bas Tietema aan zijn zijde. Het is wat, crossen. Ik denk dat de Sven de scheve situatie heeft rechtgetrokken. Hij rijdt deze cross op zijn Freddy Martens. Echt? Ja. Wat heeft hij dan gedronken? Champagne. Ja. We hebben een foto doorgestuurd gekregen. Hij zat aan de kerstboom bij Peter van den Abelen deze middag met een glaasje. Ja. Omela patat. Omela patat. Ja. Maar het is vooral een patat krijgen. Ja, en de turbo's, ik zie er toch al een paar doorvliegen ook. Hier is Acid. Handjes dat wel. En Arno de Kid, is die nog lucide genoeg voor een handje? Dat is de grootste turbo van allemaal. Of toch de zwaarste turbo van allemaal. Ja. De ogen staan er als verrekijkers in. Is in orde. Die moeten ook nog aan het zand beginnen. Is daar een paadje? Ja, even toch. Oh, kijk eens. Een licht verzetje. Het gaat wel wat dieper zakken dan de rest. En misschien vindt hij daar wel wat ondergrond. Maar helaas. Actie. Waar zijn ik aan begonnen? Een mooi loopje. Een drafje. En op die manier natuurlijk een ideale tijdsinvulling tussen de vrouwenprofs en de mannenprofs. Het is geen eerste editie, zeg maar. Ooit was er de Flandrien Cross die dat ook uitpakte met oude glorie. Zoals daar waren? Ja, Vervecke, Albert, Wolfsol, De Bie, noem maar op. Herijgers? Ja, spijt van. Laten verleiden. Omdat het al wat meer Arno de Kid allures had? Maar er was één maar aan. Je moest dan in de trui van wereldkampioen rijden. Dus, maar die foto duikt dan links en rechts nog op. Dus de mensen denken, amai, dat was destijds een dikke wereldkampioen. Maar dat was zoveel jaren na datum. Nathan die er overstrompelt, als het ware. In koers is het natuurlijk de bedoeling van dat zo snel mogelijk te doen. En Van Toernout die is vooral bezig met de spanning erin te houden. Ja, die houdt alles wat op en dat heeft maar één doel. Wie heeft daar pech in de achtergrond? Dat lijkt me Odijn. Heeft hij alles met brute kracht kapot getrapt? Wellicht, want die komt van helemaal vooraan. Ja, dat zijn... Dan maar lopen, hè, zoals in Kasterlee. Dat zijn de kromme Odijnpootjes. Maar die gaan wel vooruit. Dat is een machine. Maar wat is hier aan de hand? Niet meteen duidelijk. Ja, wel. Platte tube. En wellicht geen materiaal erbij. Ik zou zeggen, pak er eentje af, links of rechts. Je kan er ook op rijden, op die lekke tube. Want dat zal hij niet doen. Pieter-Jan Hans die de rij sluit met zijn shirt van de Jog Club. Ja, en wat rugnummer dat ze hem hebben gegeven. 326, waar hebben ze... Oei, wat is dat hier? Een man die al behoorlijk wat gedronken heeft. Ja, dat kan nu nog wel. Ja, uit het vliegmachine gesprongen. Wat krijgen we hier nog allemaal in Diegem? Zot zijn is niet zot genoeg. Morgen. En nu er nog eens over gaat. Ja, morgen een goeie fleuris. Juist. Verkoudheid voor zij die het woord fleurus niet zouden kennen. Van Toernout, jongens.
Zou hij het aandurven om straks de handen in de lucht te steken? Hij is nog mooi, hè? Maar Groenendaal weet ook dat de schuine kant, de off-camber, heel moeilijk is. Kom aan, Rish. Je kunt het. Ah. Ja. Vredecoureur geweest. Straf, wel. Straffe coureur. Ja, ja, wereldkampioen op de koop toe. Jawel, zoveel mogelijkheden tegen iedereen geknopt. Average Rob. Ja, het is op de souplesses. Hè. Dus, oftewel kan hij niet meer schakelen, oftewel ja, speelt hem het zekere voor het onzekere. De man die het hier eigenlijk in gang heeft gestoken. De man die met het idee gekomen is. De man die eigenlijk aanvankelijk bij de profs wou meerijden. Zou hij dat nog een keertje in gang steken? Ik zie het ze vliegen. Ik denk dat hij al heel blij is dat het op deze manier kan. Ja, daar straks had hij een hele mooie poezetrui aan. We hebben ongeveer met Average Rob een dikke 10 minuten over een ronde gedaan. Pietersen deed er 7.33 over. Dit is de nieuwe Felipe Nyström. Dit is Acid, hè? Ja, even gestopt. De man die onder andere in Tomorrowland inbrak, waar hij niet mocht zijn. De man die ook nog eens een proces aan zijn broek kreeg nadat hij... Van Damme deed daar een hele mooie. Dat was een Van der Poeltje, achterwaarts van de fiets. Ja, als je overschot hebt, Odijn, Seppe, is dat de aftocht blazen? We leven met je mee. Geef hem een achterwiel. Is er wat voorhanden? Het gaat niet lukken, denk ik. Nee, of ja, dan zou hij niet zomaar lek zijn gegaan. De kopgroep. Van Damme. Niet Robert van Damme en ook niet Berten van Damme. Oh, Robert. Oh, mais la patate. Ja, het staat er mooi op, hè. Toubien, dat is het merk van de pils die ze produceren. Ja. Mella Patat staat onder andere op de voorvork van de fiets. Er is een ferme valpartij geweest. Ja. De linkerflank is beschadigd. Polsslag 177. Wie van die mannen gaat hier de grootste Johnny Turbo zijn? Ken je Johnny Turbo nog? Nee, wat was dat nu weer? Johnny Turbo? Uit Kortrijk. De man van de grote klassiekers, beroepsslaapkamerdeuren, slekken en vis in de leien. Ah. Ivan Carlier. Johnny Turbo. Jawel. Die had hier nog moeten optreden, maar... Hey, het is gebeurd. Hier zien we nog eens de knieval. De broer van Average Rob, ja, Arno de Kid. Ze hebben het, hè. Een normale sterveling zou zeggen, ai, wat overkomt mij hier, dus wat gaan ze zeggen? Maar nee, speel het maar mee. Het is leuk amusement. Hier zie je. Aanval uit het kamp van Nederland. Dit moet de Douwe Doorduin zijn. En wat gaat de bondscoach nu verzinnen? En wat is de champagne al uitgewerkt? En wat gaat Hannes daarmee doen? Lopen, hè. Lopen, dat is geen probleem. Hè. Dat is zijn ding. Hè. Pieter-Jan Hannes, een hinde. Wat is het? Een week of twee, drie geleden nog deelgenomen aan het Europees kampioenschap veldlopen in het park van Laken. 37, Jelle van Damme, dat kleine tikje, dat moet er nog uit. Binnenkort trouwens, enfin, in februari ook nog bij hem thuis op de Ferme Goer een trail die georganiseerd wordt door Pieter-Jan Hannes. Kan iedereen aan gaan deelnemen. En de Duitser Tobias Knaup, die mag hier met de Duitse kampioenentrui starten. Daar moet een verhaal aan verbonden zijn. Of heeft hij dat gewoon geleend van de Duitse kampioen? De Klerk. Komt hij in koers zoals de Klerk dat kon? Ja. Het lijkt erop. Ja, aanval de Klerk. Hij bewoog. Rug, kom aan, jong. Kom aan, vent. Ja. Specialized. Hier zie je. Daar zal het niet aan liggen, aan de fiets. De Belgische ploeg die toch weer goed scoort. Ze pakken uit. En Van Toernout die geen risico meer gaat nemen, lopen. En het schouderen niet meer nodig. Kijk eens naar de 7-mijlslaars van Van Damme. Voorbij alles en iedereen. Ja, hij pakt hem en daar van mee boven. De kop van de koers is hier nog niet van zin van dat hier af te geven. Pakt hem daar bij de guidon. Dat is een nieuwe techniek. Bestaat nog niet. Van Damme is ermee weg. Dus Van Toernout, de Klerk. We hebben Doorduin. En Van Damme, het viertal hier vooraan. Wat hebben die mannen nog in petto? Wat verzinnen die nog? Van Toernout die niet meer springt zoals in zijn hoogdagen. Nee. Die had dat wel gedurfd. Doorduin met een speciaal gitonnetje. Ja. Amai, dat was nog een ferme op zijn snaveltje. Heb jij dat beeld? Vraagt hij. Ah nee, het is mijn fietscomputertje.
Anders moet je het mij straks even airdroppen, dat beeld. We gaan aan de boom schudden. Ik denk dat het menens is nu met de bondscoach. Ja, links of rechts gaat er toch wel wat beweging komen. Ja. Nee, want gaat Sven van Toornout dit zomaar uit handen geven? Ik zou denken van niet. We worden al zoveel geklopt de laatste weken. Pak het dan toch maar. En Van Damme op zijn ondertussen, wat is het, bijna 40ste zeker? Richting positie 3. Dat moet een leeftijdsgenoot van Sven van Toornout zijn. Min of meer. Van Toornout die nog altijd loopjes aan 4 minuten de kilometer zonder verpinken afwerkt. Dus die is nog wel in conditie. Zeg dat wel. Zou er op voorhand gesproken geweest zijn, denk je, in de kleedkamer? Ik hoop van niet. Recht toe, recht uit. Recht door met de geit. Deze mannen, kleurende achtergrond. We zijn in de laatste ronde, in de tweede ronde. Angelo, hij doet de deur dicht, slim, of hij wou slim, de deur dicht doen. Opgelet, want Van Damme moet als linkspoot op de verkeerde manier afstappen, op zijn Van Toornouts eigenlijk. En nu is het hard tegen onzacht. Ah, kijk naar dat loopwerk. Ja, maar de versnelling zit erin, hè? Hij is weg. Ja, dat is een knaapje, Sven van Toornout. Hij kwam maar over en hij kwam al meepiepen. Dus die is jaren jonger dan mezelf. Maar dat duurde nog niet te lang. Of in de West-Vlaamse crossen met platte tubes. Hij was daar onmiddellijk. De nonkel van Dieter en vooral Michael, we gaan richting de trap en dan zijn we binnen. De bel is gegaan, dus dit zou het einde moeten zijn. Wat heeft Van Damme hiervoor? We gaan sprinten. Dit moet, pas op, het einde zijn. Jawel, hij gaat hem nog eens groot leggen en dan weet hij dat de overwinning binnen is. Tenzij de klerk daar nog een stokje voor komt steken. Maar nee, er zijn afspraken. De bondscoach is de leider en hij mag de handen in de lucht steken. Ah, voilà, dat hebben we ook weer gehad. Fotofinish. Ai. Jelle Van Damme die niet meer in het klikpedaal geraakt. En iedereen is toch content dat ze er vanaf zijn na 2 ronden. Wel, het zal wel. Zone 30 zie ik daar staan, maar dat gaat geen waar zijn vandaag. Die heeft eigenlijk anderhalve ronde gelopen. Enfin, iets minder, maar die heeft er een loopkoers van gemaakt. Seppen Oden. Ja, die heeft zo'n inhoud. Die kan tot morgen vroeg lopen. Dit tempo, het is ongelooflijk. Sterke jongen, sterke kerel. Ook content dat hij er vanaf is. Ja. Dat handje is ruimschoots voldoende. Ja, dat was het handje van de overwinning van Weleer. Mooi stuurtje. Dubbeldekker. We wachten op de initiatiefnemer, op de bezieler. Op de man die toch blij is dat het uiteindelijk niet tegen de profs was. Want dat zou een boeng gegeven hebben. Ja, dat zou een ramp geweest zijn, hè, als je dit ziet. Vincent Meijers voor Flanders Classics. En de bondscoach heeft het hier dus naar zich toe getrokken. Kan het nog? Hier komt Average Rob. Zoals zijn naam het betaamt. Average. Met een gemiddelde prestatie. En een gemiddelde uitslag. Ja. En naar iedereen kijken. Iedereen goeiedag zeggen. Ja, dat is het enige wat nu nog telt natuurlijk. Ja, dat is waar. Een beetje genieten, voor zover dat nog kan. In de slothectometers. Die gaat richting de trap. Dan ben je er vanaf. Dan is het voorbij. En zo meteen gaan de mannen zich mogen opmaken om de Van der Haastraat op en af te rijden en zich op te warmen. De profs, bedoelen we dan. Aan het lokaal van Diegem Sport.
Ja, daar moet je een groot hart voor hebben om hier aan te beginnen. Average Rob. Arno de Kit, die ongeveer in laatste of in voorlaatste positie moet rijden. Maar goed, dat telt allemaal niet. Billy de Kit, hier is hem. Ja, dan zitten we in het motocross terug. De Kit. De Kit, ja wel. Dat Erik de Boer. Dat was Geboers. Meneer 875. 875, ja. Dat zijn in alle cc-klassen wereldkampioen opgeteld. Kom je aan 875. Ik heb alleszins gezien dat de man die straks laatst eindigt, dat hij een grote beker ontvangt. De grootste van allemaal. Groter dan de winnaar. De rode lantaarn. Ja. Ai. Net op tijd afgestapt. En misschien nog een kleine tip voor Average Rob. Als hij dat ooit nog eens opnieuw zou doen, dan zou ik ook durven een paar vrouwen ertussen zetten. Ja, dat zou gekund hebben hier. Dus hij heeft de stijl van het loopwerk. Zijn er maar een paar die dat zo liepen met de hand bovenop Guidon. En het was een grote. Het was Bertje Vermeijer die dat zo liep. Kijk eens naar het verschil. Na 17 minuten en 22 seconden koers heb je toch al een minuut of vier aan je broek. Maar goed, omé la patat. En dat is het enige dat telt. En er is er vanaf pas een turbocross. En hier gaan we het bij laten. We gaan ze niet allemaal over de streep laten komen. Wij gaan ons stilaan opmaken voor de wedstrijd bij de profs, mannen. En wij zijn er om 25 voor 9 terug op VRT1. Tot zo. Bedankt om deze Sporza-video te bekijken. Een like of reactie achterlaten mag altijd. En vergeet ons zeker niet te volgen. Dat doe je hier. En wil je meer video's zien? Check zeker VRT Max of klik hier.